Vorige week kwam mijn zus thuis met nieuwe schoenen en toen ze aantrok, toen kwam ze er eigenlijk achter dat er eentje net iets te klein was. Het is natuurlijk verschrikkelijk lastig en er zijn meerdere mensen die eigenlijk twee verschillende maten hebben qua voeten. Maar daar is een oplossing voor en die ga ik vandaag jullie laten zien. En dat is natuurlijk ideaal voor mensen die twee verschillende voeten hebben en helaas zijn dat heel veel mensen. En je kan natuurlijk niet één schoen maat 37 kopen en een andere maat 38 of wat dan ook. Het is maar een voorbeeld. Maar ik ga jullie dus nu laten zien hoe je deze kunt oprekken. En het enige wat je nodig hebt zijn wat dikke skisokken en een föhn. En natuurlijk de schoenen die je moet oprekken. Nou, het werkt als volgt. Ik heb de skisokken aangedaan. Ik heb ze allebei over elkaar heen aangedaan. Daaronder zit ook nog mijn normale sok. Dus ik heb nu een hele dikke voet. En die ga ik nu in mijn oude schoen wurmen. Die schoen die nu eigenlijk iets te klein is. En als die erin zit, dan ga ik de föhn erop zetten. En dan ga ik dat 5 minuten lang föhnen. En wat je dan eigenlijk doet, je forceert je schoen om op te rekken. En omdat je het föhnt, dan blijft die een soort van in model zitten. Waardoor die ook niet meer krimpt. Ik ben klaar met föhnen en wat ik nou merkte tijdens het föhnen is dat die schoen eigenlijk steeds lekkerder ging zitten. In het begin toen ik erin stapte zat hij heel erg strak. En toen ik begon met föhnen toen zat mijn voet echt goed bekneld. Maar eigenlijk naarmate de minuten verstreken begon hij steeds lekkerder te zitten. Ik heb hem net uitgetrokken en natuurlijk kan je niet zien dat hij daadwerkelijk ook groter is geworden. Maar geloof mij, het voelt een stuk fijner aan dan voordat ik hem had geföhnd. Met deze truc zal de schoen ongeveer een halve maat groter worden, heb ik opgezocht. En dat kan natuurlijk het verschil maken tussen een pijnlijke voet en een schoen die lekker goed zit. Heb jij nou wat gehad aan deze tip? Laat het ons dan weten in de reacties. Geef ons ook een duimpje omhoog, abonneer je. En dan zie ik jou de volgende keer bij een nieuwe video van Handig. Dat is handig!